Afgelopen week was het nieuws overwegend alarmerend. Het aantal positief getesten was weer hoger dan de week ervoor. Het aantal ziekenhuisopnames, IC-opnames en overlijdingsgevallen nam toe. Uit onderzoek van Eén Vandaag blijkt een meerderheid van de Nederlanders inmiddels voor hardere maatregelen te zijn als de cijfers niet dalen. Maurice, hoe interpreteer jij deze cijfers? Het lijkt sprekend op de uitslagen van peilingen uit het voorjaar. En het is terug te leiden op datgene wat we meemaakten half maart. We zagen de ziekenhuizen in Bergamo vol met patiënten in de gangen. We zagen lege auto's rijden door de straten van Bergamo met doodskisten erin. En de WHO gaf aan dat 3% van degenen die het zouden krijgen, uiteindelijk eraan zou overlijden. We hoorden van artsen in de media dat we op allerlei manieren besmet konden raken. Zelfs via muntjes kon het gebeuren. Logisch dat we erg angstig werden. We hadden een soort basale doodsangst. In die tijd heb ik een onderzoek uitgevoerd en heb ik mensen gevraagd hoe groot de kans erachter achten als ze ziek zouden worden dat ze eraan zouden overlijden. En deze tabel laat zien hoe zwaar die kans werd overschat. Bij mensen onder de 35 jaar een factor 500. Bij mensen tussen de 35 en 45 een factor 425. Hoe ouder men was, hoe dichter de geschatte kans lag bij de echte kans, maar nog steeds overschatte men die kans schromelijk. Door de dagelijkse cijfers en interviews met doktoren en patiënten bleef de angst bestaan. We wilden het gevaar afwenden, koste wat het kost. Tegengeluid was amper plaats voor, maar werd er alleen maar angstiger en onrustiger door. Kijk maar naar Angela de Jong, hoe ze reageerde op mijn optreden bij OP1 ergens in april. Zelfs terwijl we nu weten dat het sterftecijfer een tiende is van wat we in maart dachten, maakt het voor de beeldvorming niks uit. Na een rustige zomer is vorige maand de paniekknop weer ingedrukt. En Nederlanders willen op dit moment in meerderheid maatregelen die uiteindelijk Nederland een hele grote schade zal toebrengen. Voor tegengeluid is nog steeds weinig ruimte. Maar gelukkig zag ik afgelopen dinsdag bij Hart voor Nederland een huisarts en die kwam op voor zijn patiënten. We zitten altijd in het najaar en dan krijgen we altijd een piek van virussen. We krijgen verkoudheidsvirussen, zo meteen krijgen we de griep. Die piek komt er nog aan. Die hadden we niet in de, in de zomer, in het voorjaar. En die zorgt ook voor ziekenhuisopnames. De afgelopen vier jaar zijn ziekenhuizen zijn volgestroomd in het najaar. Heb ik altijd problemen gehad mijn patiënten te kunnen verwijzen omdat de ziekenhuis al vol ligt. Dus het betekent dat in het hele kabinetsbeleid van de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat die zorg eigenlijk niet de aandacht heeft gekregen die ze verdient. En nu moeten we in één keer voor om mijn collega's allemaal zorgen uh, die eigenlijk nu uh, het niet aankunnen. Maar dat is een politieke keuze. En ik, mis inderdaad de visie van hoe gaan we dit nu aanpakken? Hoe gaan we zorgen dat die patiënten, de coronapatiënten, daadwerkelijk uh, ergens terecht kunnen? Zodat iemand met kanker ook de aandacht uh, verdient. En dat krijg ik te weinig voor de bune. En het gaat alleen maar over corona. En niet meer over de hele maatschappij waar we het eigenlijk mee bezig zijn. Ja. Dus het zou heel fijn zijn als we duidelijkheid krijgen. Um, ook over al dit soort zaken. Wat mij betreft mag hij net zo vaak bij opeenkomen als Ab Osterhaus. Want zulke tegengeluiden horen we eigenlijk veel te weinig. En daardoor wordt de druk op de regering steeds groter. En dat zal, zo denk ik, toch leiden tot een strenge lockdown. Met hele negatieve gevolgen voor Nederland. Wilt u niets missen van het nieuws omtrent corona? Abonneert u zich dan op dit YouTube-kanaal.